Welkom terug op mijn kanaal. Mijn naam is Elise en ik vind het heel erg leuk dat je kijkt naar deze video. Ik denk dat als je op deze video hebt geklikt, dat je dan al een abonnee was van mijn kanaal. En dat je dacht, hey, er is weer een nieuwe video van Elise. Dat is eventjes geleden. En dat klopt, het is ook best wel eventjes geleden. Maar ik ben hier vandaag om een beetje bij te kletsen met jullie. Om te vertellen wat er aan zit te komen. Om een beetje te vertellen wat ik allemaal heb gedaan de laatste tijd. En ja, ik hoop dat je zin hebt om naar mijn gebrabbel te luisteren. Als je daar zin in hebt, zou ik zeggen, pak er even wat lekkers bij. Misschien wordt het wel een hele lange video, misschien ook wel niet. Ik weet het eigenlijk niet. Ik weet het niet zo goed. Ik heb ook zo net al 5 keer de intro van deze video opgenomen. Hey, hallo hallo. Hey, welkom terug. Hoi hoi. Hoi hoi. En elke keer dacht ik, nee, ik voel hem niet of dit is hem niet. En dat is misschien ook wel een deel van het probleem waarom ik al een hele tijd niks geplaatst heb. Want als ik iets doe, dan wil ik het heel graag 200% helemaal goed doen. En het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Je kan helemaal niet altijd alles 200% helemaal goed doen. En ik denk ook dat het helemaal niet leuk is voor jezelf of voor iemand anders om daar altijd maar voor te willen gaan. Dus misschien is het een beetje een rommelige video, maar dat is gewoon iets waar ik nu een beetje mee bezig ben. Laat het lekker los. Laat het maar gewoon zijn zoals het is. Dus ja, dat is deze video dan ook. De afgelopen 1,5 jaar à 2 jaar zijn echt super hectisch geweest. Met hele toffe momenten, met hele zure momenten en alles ertussenin. Een aantal dingen die zijn gebeurd. We zijn getrouwd. We zijn naar Zuid-Korea geweest. We zijn verhuisd. We hebben heel veel geklust in dit huis. En misschien denk je, huh, maar die achtergrond die lijkt hetzelfde. Dit klopt een beetje, want ik had hetzelfde behang nog over wat ik destijds in de flat had gebruikt als achtergrond. En dat heb ik toen eerst hier maar opgehangen, omdat ik niet wist wat ik anders moest doen. En zoveel budget hadden we ook niet meer, dus ik dacht, dat behang heb ik nog. We plakken het gewoon op de muur. Ik heb dezelfde lamp weer opgehangen. Maar verder moet ik nog wel een beetje puzzelen. Hoe wil ik het hier nou hebben? Hoe staat de camera nou handig? Dus misschien dat ik de volgende keer het shot weer anders maak. Dat weet ik nog niet. Ik heb ook een hele tijd heel veel gewerkt. En in die tijd, omdat ik meer ging werken, had ik eigenlijk steeds minder tijd of vooral energie om ook video's te maken. Dus toen is het een beetje begonnen met dat ik minder video's ging maken. En uiteindelijk was ik gewoon zo moe continu van alles wat er was gebeurd en waar we mee bezig waren, dat ik niet echt de fut had om het er meer bij op te pakken. Terwijl ik het wel nog steeds heel leuk vind. Want ik heb ook op een punt gestaan dat ik dacht, moet ik er dan gewoon maar mee stoppen? En elke keer als ik dat dacht, dacht ik, ja, maar ik vind het ook heel leuk. En als ik dan een berichtje voorbij zag komen van, hey Elise, we missen je video's. Of dat iemand iets op Instagram stuurde. Dan dacht ik, ja, ik vind het wel heel leuk dat deze community gewoon nog steeds leeft. En ik vind het heel leuk om jullie te inspireren, maar tegelijkertijd ook geïnspireerd te raken van jullie. Want ook als ik creatieve ideeën deel, krijg ik heel vaak creatieve ideeën terug. En dat vind ik gewoon heel erg tof. Dus om helemaal te stoppen dacht ik, nee, dat is het dan toch ook niet. Maar om de juiste vorm te vinden die past bij alles wat ik voor de rest nog doe. En een vorm waarin ik ook gewoon tijd heb voor mezelf. Dat vind ik gewoon heel lastig. En daar ben ik nog steeds wel een beetje naar op zoek. Want op een gegeven moment was de enige vrije tijd die ik had, die besteedde ik dan aan YouTube. En dan was er gewoon niks meer qua hobby's of vrije tijd wat ik puur voor mezelf deed. Om mezelf te ontspannen. En ja, lang verhaal kort, dat werkt gewoon niet. Ook is er eerder dit jaar iets heel verdrietigs gebeurd. We hebben namelijk afscheid moeten nemen van onze kater Sjors. Ik vind het nog steeds heel verdrietig. Zoals je misschien wel merkt. Vorig jaar oktober hebben we te horen gekregen dat zijn hart niet goed was. Zijn hart had heel veel afwijkingen. En dat kon niet meer beter worden. Dus we wisten al, hij gaat niet meer beter worden. Dat hart kan niet herstellen. Maar het ging een hele tijd goed met medicijnen. En we hadden zoiets van, ja, zolang het goed gaat en hij gewoon die medicijnen wil nemen, dan vinden we het prima. We willen hem niet dwingen, maar als hij dat gewoon wil, prima. Dan gaat het goed. En toen op een gegeven moment in mei dit jaar ging het niet meer goed. En het ging steeds vaker niet goed. En ja, zijn hartje was gewoon op. En ja, op een gegeven moment moet je gewoon een keuze maken. Dan is het ook niet eerlijk om maar ja, te blijven proberen. Want het is gewoon op.
op een gegeven moment doe je het alleen maar voor jezelf. En dat is niet fair, vonden wij. Dus ja, we hebben afscheid moeten nemen van Sjors. En ondanks dat we daar vrede mee hebben, omdat ja, het kon ook gewoon niet meer anders, blijft het wel gewoon heel verdrietig en gewoon heel erg een gemis. Voske doet het gelukkig wel heel goed. Misschien weet je het, misschien weet je het niet. We hebben Sjors en Voske tegelijkertijd geadopteerd uit het asiel, waar ze beide als kittens terecht waren gekomen en eigenlijk meteen een soort maatjes waren geworden. En het asiel was zoiets van, ja, wij laten ze alleen maar adopteren als ze samen ergens terecht mochten. Nou, en dat mocht bij ons. Dus ondanks dat ze altijd maatjes zijn geweest, ja, reageerden ze er wel goed op. We hebben Sjors ook nog mee naar huis genomen nadat hij was overleden. Zodat Voske ook kon ruiken. Zodat ze kon begrijpen wat er aan de hand was. En ik ben wel heel blij dat we dat hebben gedaan. Want ja, we hebben wel het idee dat ze nou ja, er daardoor niet naar hem gaat zoeken. Dat ze wel snapt, oké, hij is er niet meer. Dus dat. Ik had mezelf zo voorgenomen. Ik ga niet huilen. Maar zoals ik aan het begin van de video zei, we laten de boel gewoon lekker de boel. Wat gebeurt, dat gebeurt. Dus ook dit. En weet je, dat mag er ook zijn. Dat is ook oké. Ik vind gewoon altijd, ik weet niet. Ik hou niet van huilen waar mensen bij zijn. Niet dat je hier nou daadwerkelijk bij bent, maar je ziet het wel. Maar dat mag. Je mag verdrietig zijn mag. Dat mag er zijn. Wel ook even een shout-out naar een paar van jullie. Even zo uit mijn hoofd. Liesbeth, Elisabeppi en Aukje. Want ik heb hier in mijn creatieve ruimte ook allemaal leuke tekeningetjes en dingetjes. Creatieve dingen met Sjors en Voske. En dat maakt me gewoon super blij. En ik vind het vet leuk dat ik dat nog heb. Dus dat ik ze daarin altijd als duo kan zien. Dus dank jullie wel daarvoor. Anyway, even door naar wat luchtigers. Want ik zou natuurlijk ook vertellen wat je kan verwachten wat er de komende tijd op mijn kanaal gaat gebeuren. Onder andere twee nieuwe afleveringen van What the Craft. En What the Craft is een serie die ik samen met Jeroen maak. Daar zijn we nou best wel wat jaren mee begonnen. En in die serie gaan we langs andere creatievelingen die ik heel erg cool vind. En dan gaan we kijken naar hun craft, naar wat zij goed kunnen. En dan probeer ik dat te leren. Er zijn inmiddels al meerdere afleveringen van. Ik zal proberen niet te vergeten even de playlist te delen in de beschrijving. Dan kun je de afleveringen bekijken, mocht je dat leuk vinden. Het is een serie, het is echt voor mij een passieproject. Het is iets wat ik heel graag wilde maken. Maar ja, we hebben natuurlijk geen budget. We zijn ook gewoon twee mensen die dingen doen en dat delen, zeg maar. Het is niet dat er een heel management of iets achter dit kanaal zit of achter die serie zit. Dus het is gewoon wij die dat doen en de mensen die waar we langs gaan, die meewerken, wat ik echt super tof vind. En waar ik ook heel dankbaar voor ben. En we hebben de afgelopen tijd nog twee afleveringen opgenomen. Eentje al best wel lang geleden en eentje aan het begin van dit jaar. Ik vind het een superleuke serie om te maken, maar het is ook een serie die veel tijd kost, omdat we alles op locatie filmen. Dus we gaan daadwerkelijk langs bij de mensen. Ja, daar moet je al je spullen ervoor meenemen, je lichten. Je hebt gewoon heel veel shots, heel veel extra shots. Meer dan bijvoorbeeld een video die ik hier zelf maak. Dus het is om te filmen heel veel extra werk. Maar ook in de edit is het gewoon heel veel extra werk. Bij deze serie is Jeroen overigens de editor. Bij andere video's doe ik zelf de edits. Maar bij What the Craft doet Jeroen dat. Dus even shout-out naar Jeroen. Woep woep. Maar goed, daarvan heb je nog twee afleveringen te goed. Even een korte sneak peek van wat je kan verwachten. Leuk dat je kijkt naar What the Craft. Het voelt echt alsof ik alles overhoop trek, zeg maar. Hoe doe je dat dan als je hier vier mensen tegelijk hebt? Ja, dan doe ik het ook, alleen dan met vier. Het zijn vier mensen die allemaal rollen. Ja, ja. Ik ben Elise en in deze serie neem ik je mee naar creatieve mensen die ik bewonder. Om een kijkje te nemen bij hun craft. Is dit een beetje de bedoeling? Of? Ja hoor, dat is prima. Ja. Nou, dan nemen we mee. Kunnen we dit kleiwas gaan doen? Nou, top. Ja. Ik ben er in ieder geval enthousiast over en ik hoop jullie ook. Ja, die zul je dus binnenkort op mijn kanaal voorbij zien komen. En ook andere video's zoals ik voorheen deed als shoplogs en ook creatieve video's, die komen weer terug. Ik wil niet te veel shoplogs maken, want ik merkte dat ik best wel moeite had met
ja, als je online kijkt, zie je gewoon heel veel lui die elke week... Hoi, ik heb vandaag hier gewinkeld. Hoi, ik heb vandaag daar gewinkeld. En als dat je ding is, is dat natuurlijk oké. Maar tegelijkertijd merkte ik dat ik er zelf niet meer zo heel erg oké bij voelde. Omdat het, ja... Het lijkt dan alsof je alleen maar aan het winkelen bent in je leven. En ja, overconsumptie is gewoon niet per se heel erg een goed ding. Je hebt niet meer nodig dan dat je nodig hebt. En ik vind dat soms lastig, want ik zie soms creatieve dingen waarvan ik denk, zoals papierblokken, waarvan ik denk, oh, dat vind ik vet leuk om te delen, want ik krijg daar ideeën bij, die ideeën wil ik met je delen. En misschien vind jij dat dan ook leuk om daar iets mee te doen. En tegelijkertijd denk ik, ja, moet ik dan daadwerkelijk wel een nieuw papierblok kopen? Ook al heb ik nog allerlei, hier onder andere, papierblokken staan. Het is een beetje dubbel. Het is dus niet dat ik helemaal niks meer koop. Want ja, het is wel gewoon... Ik vind het wel heel erg leuk om te doen. Ik haal daar heel veel plezier uit. En ik hoop dus ook andere mensen. Maar ik probeer er wel wat bewuster mee bezig te zijn. En niet alleen maar kopen, 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 kopen. Dat voelt gewoon niet goed. Ook komen er dus nog steeds creatieve video's. Ik heb heel erg zin om weer sneeuwmails te maken. Dat deed ik voorheen heel erg veel. Best wel wat jaar geleden. En voordat ik de vraag krijg wat is sneeuwmail. Eigenlijk is het gewoon post wat je nog ouderwets via de brievenbus stuurt. Wel bizar dat de postzegels echt idioot duur zijn geworden. Wilde ik even eruit gooien. Maar je kan natuurlijk ook gewoon een kaartje bij iemand door de bus gooien of sneeuwmail maken en dat gewoon aan iemand geven als een soort cadeautje. Want wat ik heel erg leuk vind is om het een beetje uitgebreid te maken. Dus dat het niet gewoon post is, niet gewoon een kaartje, maar dat er ook extra vakjes in zitten waar je een zakje thee in stopt of stickers of iets anders leuks. Het is gewoon net even wat extra, zeg maar. Of als je misschien iemand een cadeaubon of iets geeft, is dat ook een leuke manier om het in te verpakken in plaats van een gewone saaie envelop. Dus daar heb ik in ieder geval heel erg veel zin in om dat ook weer eens te gaan doen. En ik heb wat leuke kringloop DIY-achtige projecten en wat leuke dingen in huis die ik heb opgepimpt, om het zo te noemen. Ik heb bijvoorbeeld hier een kastje staan, die vond ik deze zomer aan de straat. En ik stond er naar te kijken en ik dacht, dit is wel een cool kastje. En ik denk dat het hier staat omdat iemand er van af wil. En toen kwam iemand naar me toe en die zei, hey, ja, die mag je gewoon meenemen hoor. Maar ik was lopend, dus waar moet hij eigenlijk heen dan? Dus ik zo, ja, die in die straat. Oh, maar dat is heel dichtbij. Ik breng hem wel even voor je. Dus toen werd het kastje aan huis gebracht. Dus toen had ik een gratis kastje aan huis. Dat was echt heel leuk. En die heb ik meteen geschuurd en geverfd en schoongemaakt natuurlijk. En nu heb ik hier een hele leuke eigen kast waar ik heel blij mee ben. En een ander project wat ik ook onlangs heb gedaan. Of onlangs, dat was eigenlijk alweer eerder dit jaar. Heb ik hem hier staan. Ik zie hem even niet, maar ik zal er even wat shots overheen plakken. Van een tas die ik bij de kringloop vond. En die heb ik versierd met Posca stiften. Ik ben gewoon gaan doodelen. En eerst had ik bedacht, oh, ik moet helemaal van tevoren bedenken hoe dit eruit moet gaan zien. En helemaal ontwerpen maken, bla bla bla. Maar als ik dat doe, wordt de druk te hoog. En dan is de lol eraf. Dan lukt het niet meer. Dan vloeit de creativiteit helemaal niet meer. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon beginnen. Vind ik het niks, teken ik er weer wat overheen met Posca's, want die dekken heel erg goed. Ik zie het wel. En toen werd het eigenlijk heel erg leuk. Dus nu heb ik een hele vrolijke soort van zelfgemaakte tas. En wat me ook heel erg leuk lijkt, maar waarvan ik nog niet zo goed weet wat voor mij een handige tijd is en wat voor jullie een handige tijd is, is om weer livestreams te doen. En dan gewoon te tekenen en te kletsen. En ondertussen jullie daarbij te betrekken. Of misschien een sneeuwmail te maken. En dat we gewoon een beetje samen knutselen, kletsen. Beetje casual, het hoeft niet af, het hoeft niet perfect. Maar gewoon alsof je met z'n allen aan één grote keukentafel zit en gewoon een beetje kletst en creatief bezig bent. Want het is zo belangrijk om gewoon dat moment voor jezelf te maken. Om te gaan zitten en gewoon te doen. Want anders denk je, ja, ik wil nog dit doen, ik wil nog dit doen. Maar dan gebeurt het niet. En dat is zo jammer, want het is zo leuk en zo ontspannend om te doen. Vind ik tenminste. Ik denk dat ik het voor deze video hierbij ga laten. Misschien heb je allerlei vragen, misschien wil je iets kwijt. Laat het gerust weten in een reactie onder deze video. Ik hoop dat je het leuk vond om me weer even te zien. Dat je niet vergeten bent wie ik ben. Ja, misschien ook wel. Maar maakt het ook uit. Het maakt helemaal niks uit. Maar ik hoop dat je het leuk vond. Wat me ook leuk lijkt, trouwens. Dan pak ik er nog even wat bij. Ik heb een tijdje terug, dit heb ik opgestuurd gekregen, maar toevallig volg ik allerlei YouTube-kanalen die
dit soort dingen maken. Wat is het dan, hoor ik je denken. Dit is een miniverse bal. En je hebt meer van dit soort capsules met miniaturen erin en zo. Vet leuk. Maar deze zijn miniaturen die je zelf nog moet DIY'en. Dus het is een mini DIY project waar je uiteindelijk een eigen miniatuur mee maakt. Deze is dan toevallig van een aquarium. Ze maken in een soort mini aquarium. En het leek me vet grappig om dit ook een keer in een video te doen. En zoals ik net zei, ik vind zelf dat soort video's heel erg leuk. Maar ik heb geen idee of het iets is wat jullie willen zien. Dus daar ben ik ook nog even benieuwd naar of je zoiets leuk vindt om te zien. En anders, ik kan het ook een soort in een Instagram Reels maken of zo. Of in een short. Het leek me gewoon heel erg leuk om ermee te prutsen. Ik had ze expres nog niet geopend. Eigenlijk ook best wel stom, want heel vaak dan bewaar ik dingen omdat ik denk, nee, daar moet ik een video van maken. En dan vervolgens heb ik helemaal geen tijd of energie of wat dan ook om een video te maken. En dan heb ik allemaal dingen die ik dan van mezelf niet mag gebruiken, omdat ik er nog een video van wilde maken. Eigenlijk ook heel erg stom. Dus ik wil proberen niet te vaak meer zo te denken. Maar of dat gaat lukken, dat is een tweede. Weet je, het is allemaal een groot leerproces. That's what it is. Voor nu wil ik je in ieder geval bedanken voor het kijken. Ik hoop je terug te zien bij een van de video's waarover ik vertelde. Misschien bij de What the Craft aflevering, of bij een DIY, of bij een shoplog. Ik weet niet of je dat hoort, maar het begint echt super hard te regenen buiten. Wel goed weer om lekker naar YouTube-video's te kijken, dus hey! Voor nu wens ik je een hele fijne dag en hopelijk weer tot snel. Doei!